Hallo Sabeens, ik ben Rickels op Gamepers en van Amnesia The Dark Descent is de 11e aflevering. Ik kom er nu pas achter dat ik de onderkant van het beeld mis. Nou, het is in ieder geval gefixt. Oh god, ik vond het al zo erg van die facecam, dat mensen dat te groot vonden. Ik hoor dat mensen klagen, is het beeld niet goed. Nou, we hebben dus het mysterie opgelost. Ik heb trouwens altijd een zwart dingetje op mijn rechterscherm staan, anders is mijn ene kant van mijn gezicht heel overbelicht. Ja, beter. Dat heb ik opgelost. Dat heeft 10 afleveringen mogen duren. Wauw. Het spijt me echt heel erg voor de mensen die daar heel erg aan geërgerd hebben. Ik hoop dat je daar niet al te veel aan hebt geërgerd in ieder geval. Wat je moet doen hiervoor is gewoon die handen omhoog en omlaag doen. Dan breek je zeg maar dit stukje af. Dat was best wel makkelijk. Is dit iets waar je op gaat schrikken? Dit lijkt me niet echt een schrikstuk. Want dat monster is niet echt iemand die je laat schrikken en dan weer weggaat zoals een spook. Hij is een monster. En dat is hij. Oké, we gaan dus hierheen. En dan gaan we hierheen. De controlkamer, de controlkamer. Dus ga je mogen gaan puzzelen. Oeh, dat is een mooi plaatje van de meneer met haar. Meneer met haar, meneer met haar. Hoe kom je daar, zo daar? Je moet echt oppassen, want ik heb met meerdere dingen, meerdere series. Ik heb het ook met, welke serie was dat ook alweer? Oh ja, Far Cry 3, daar mis ik ook een aantal afleveringen de onderkant. En ik dacht, bij Amnesia zitten we goed. En toen kwam ik net pas achter dat ik hem niet had toen ik op beelden terugkeek. Dit valt er bijna niet op. Het valt vooral op het moment dat ik zeg maar... Ja, mijn lantern zie je half niet in beeld. Daar heb ik niemand over horen klagen eigenlijk. God. Oeh, een puzzel met gewichten. En een pijp. Hallo? Oh, die mag ik oppakken. Oké, dat vind ik wel fijn. Puzzel en gewicht. Heb ik nog iets nodig hier voor de rest voor? Nee. Alleen met gewicht. Dan kan ik wel draaien. Laat ik zo eerst even de deur achter me dicht. En ik vertrouw het niet zo hier namelijk. Zo, beter. Oké, dan gaan ze omhoog. Oh, dan moeten ze zeker een bepaalde hoogte of zo. En dan moeten ze samen iets in werking zetten. Oké. Nou. Jij maakt het wel goed daarboven, toch? Er is iets aan deze kamer en het is meer dan alleen pijpjes draaien. Dat kan ik je vertellen. Nou, moet haast wel. Maar wat? Dat is een goede vraag, Rick. Ik heb namelijk geen idee. Die pijp kan ik sowieso wel vast wel ergens voor gebruiken, dat scheelt. Die is nodig. En cruciaal. Voor de benodigdheden. Van de cruciaalheid. Ik heb trouwens nou weer dat niet zwarte scherm opstaan. Zo, beter. Nu is het goed. Nu is mijn gezicht niet zo licht. Zie je dat? Dat is beter. Soort van. Ik weet niet of het beter is. Zeg maar dat het beter is. Anders heb ik tenminste nog iets goed gedaan in deze serie. Hallo, kijk eens aan. En een briefje. Misschien is dat een handig briefje. Mag ik het niet lezen? Nou, laat dan maar. Ik mag het gewoon niet oppakken. Nou, dan laat dan maar. Ik kan net zo goed even niks doen momenteel. Want er valt niet echt veel te doen zonder op te zoeken wat ik moet doen. Stiekem cheaten. Ja, voor de rest. Heeft iemand al maar enig idee wat we moeten doen? Misschien is hij met de schaduwen? Nee, dat komt gewoon van boven. Dat heeft er niks mee te maken. Ja, we moeten iets doen met die gewichtjes in ieder geval. Dat is duidelijk. Je hebt een kaarsje aansteken omdat het kan. Voornamelijk omdat het kan. En we zijn weer in de middenkamer. Hallo daar. Deze kamer dan eens proberen, jongens. Leuk. Hopla. Dat stukje pijp. Oké. En weer dezelfde puzzel. Tuurlijk, deze kan ik zeker niet draaien. Precies, dus ik moet gewoon de andere kamer naapen. Oké, dat kan ik wel. Dat kan ik wel. En dan heb ik ook nog een vraag waarom die pijpstukken hier liggen. Dat is voor jou een vraag van mij weet. De vraag is alleen, moet ik hem spiegelen? Ik neem aan van wel. Dus deze moet, zeg maar, deze hoogte. Ik heb echt geen idee hoe ik dit moet gaan doen. Ik snap het idee. Ik denk dat de linker gewoon het laagste moet. Ja, de linker moet gewoon laag. De linker moet laag. Dan beginnen we daar gewoon mee. De linker moet heel laag. Denk ik. Oh, het is omgedraaid. Dat kan ook natuurlijk. Lager, linker, lager. Ik weet niet of het nog per bepaald standje gaat. Nou, standje. Rick zei standje. Is hij zo ongeveer even laag? Nee, dat kan wel iets hoger, toch? De linker kan wel even iets hoger. Ik hoor hem klik zeggen. Zo goed. Ja, dit is ongeveer dezelfde hoogte als de vorige. Gaan we weer terug. Gaan we de volgende kopieën. Dit is echt zo interessant. Ik vind het best wel snel gevonden van mij. Hé, de andere kamer heeft ook iets. Nou, dat zal er wel gelijk moeten zijn. Deze is ongeveer op die hoogte van die pijp. Ik weet niet of die andere kamer die pijp ook heeft. Doe ik het nou precies omgekeerd? Ik weet niet. Misschien doe ik het goed nu. Misschien doe ik het juist niet goed. Ja, ik doe het verkeerd omgekeerd. Precies omgekeerd. Want daar zit diezelfde buis. Dus dat is denk ik een handigheidspunt. Van ten hoogte van die buis. Even kijken of ik hem nou goed heb gedaan. Heb ik hem nou goed gedaan, Rick? Heb je hem goed gedaan? Nee, want er hangt er iets onder. Die andere hangt iets boven dat rare pijpding wat daar zit. Haar, ik zei pijp. Oh. Deze hangt eronder. Dat hangt hij momenteel niet, maar dat gaat hij zo meteen wel hangen hoor. Moest je eens zien. Nee, hoger Rick. Zo dan. Zo, nee. Stop met draaien. Daar. Ja, ik keur hem goed. En dan komt de middelste. Oh god, ik begin schoor te worden joh. Dat is maf. Oké, zoiets. Nou, iets hogertjes, iets hogertjes. Nou, die middelste kan sowieso niet fout zijn als je me spiegelt, dat scheelt. Nee, stop met draaien. Dat is te hoog. Pfft. Deze dan. Dat is ongeveer goed. Ik weet niet, zou ik even vergelijken met die andere kant? Dit is zo interessant om naar te kijken. Ja, dat zit toch heel goed. Deze hangt er precies onder. En deze hangt gewoon een beetje zo van, ja, je boeit maar helemaal niks hoe erg hoog gaan. En als het goed is, ja, als het goed is hoor ik gewoon een klik nu. En dan heb ik het gewoon goed gedaan. Deze kan wel iets lager trouwens nog, die linker. Iets hoger. Yes, perfecto. En dan deze, ja, kan je zo goed gewoon gaan draaien. Tot ik hem heb. Tot ik hem voel. Deze moet ongeveer ter hoogte van iets. Ah, we hebben hem! Ik kreeg nu zo'n heel sarcastisch applaus, maar dit geeft me best wel een goed gevoel. We hebben de puzzel gekraakt. Ik ben al heel aflevering geen monster tegengekomen. Heerlijk, heerlijk. Waar is dat voor? Gedag. Gaat sowieso iets te maken hebben met het monster dat achter me aan zit en dat je heel snel weg moet rennen. Ik haat dat. Arr. Nou, gelukkig zijn er nog meer puzzels, want één puzzel was nog niet leuk genoeg. Hallo daar iedereen. Oh, een hendelpuzzel. Ik haat hendelpuzzels. Oeh, dat is vast belangrijk. Ik neem jou mee, wooden crank. Doe niet zo cranky. Oh. It's funny because it's a wooden crank. Oh god. Ho. Ho. Ik moet vast iets doen met kopiëren met de andere kamer. Dat is logisch, maar... Ik moet gewoon de leverstand van de andere kamer kopiëren. Dat zou zo cheesy en makkelijk zijn. Laten we het proberen. Eens even kijken wat in de andere kamer zit misschien. Ah. Wat interessant. Hetzelfde. En weer een pijp. Wat doen die pijpen daar? Misschien... Oké dan. Omlaag, omlaag, omhoog, omhoog. Maar hij is ook volledig omhoog. Redelijk. Omlaag, omlaag, omhoog, omhoog. Even kijken wat dat doet. Zou daar nou olie liggen? Dat zag je zeker, Rick. Pakken die olie. Ah. Grandissimo. Komt het monster nog een keer langs? Of die zo van... Ik bemoei me niet met deze zaken. En terecht, weet je. Die pijpen fixen zichzelf niet, monster. Dat moet je begrijpen. En dat begrijpt hij hopelijk ook wel. Ik denk dat dat monster met een klein beetje respect het wel begrijpt. Het zou wel een beetje raar zijn als die eerste puzzel moeilijker is dan de tweede. Want bij de eerste moet je nog het hele concept van kopiëren doorhebben. Van oh, vet moeilijk, je moet kopiëren. Hoi. Was dat hem? Ja, dat was hem denk ik. Denk ik? Was dat hem? Is dit goed? Ja, dat is goed. Dat is fantastisch. Goed gedaan, Rick. Weer een puzzel gekraakt door jouw meesterbrein. Vorige aflevering was trouwens maar 10 minuten, zag ik. Kan er niet zo heel veel aan doen. Ook mijn excuses. Echt, Amnesia is echt mijn faalserie. Iedereen heeft wel eens een serie en denk ik, waarom Rick? Waarom moet het nou zo? Heb je eerst die facecam gefixt en heb je nog een probleem aanstaan. Nou, ik had het ook helemaal niet kunnen fixen, dus krom me niet. Oké, nou moeten we dus naar de volgende deur, denk ik. Naar de Master Chamber of zo. Waarschijnlijk moet ik al die pijpjes meenemen. We zullen zien wat er achter deze deur is. Pam. Hallo. Nou, ziet er wel gezellig uit. Oh god. Dan wordt dus pijpen halen. Ha, pijpen. Ik zeg zo vaak pijpen deze aflevering. Pijpen, 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 pijpen. Oké, dat is 1. Pijpen. Kom maar mee, jongeman. Ah, dat is zo grappig. Oeh, dat ging net goed. Dat ging net goed. Oh, ik kan ook draaien met R, geloof ik. Hoe moet dit? Wil ik dat? Ik moet gaan kopiëren van de andere kant. Waarschijnlijk. Probably. Dus. Het idee is goed van deze, maar dan moet hij daarop. Toch? Of aan deze kant. Moet ik hem spiegelen? Ik weet niet. Hij wil er niet op gewoon. Dat is meer een probleem. En de vraag is, moet ik hem ook wel echt hetzelfde doen als aan de andere kant? Ik kan hem wel nog... Ik heb maar 2 rechte stukken. Dat scheelt. En hij wil niet daarop. Dus dan moet hij in het midden, neem ik aan. Even met R draaien zo. Even eens draaien, Rick. Draaien. Goed zo. Nee, draaien. Pff. Ik neem je even zo mee dan. Ik wil je zo... Dat je daarop kan. Kom op, kom op. Yes. En nou... Dit gaat heel glitchy en het wordt alleen maar erger. Oké, kut. Nee, nee. Kut. Ja, ik ga hier gewoon proberen en hopen dat hij uit zichzelf... Wauw. Thanks, spel. Die had ik net nodig. Ik pak eerst gewoon de andere pijpen er even bij en dan verzinnen we er wel wat op. Waarschijnlijk moet ik al die pijpdingen gewoon met elkaar verbinden. En dan werkt het, hopelijk. Waar zijn de rest? De andere. Hier moet er vast nog één liggen. Of heb ik deze net gepakt in plaats van die andere room? Dat zou best kunnen namelijk. Ik ben helemaal een hele verstrooide jongen. Dat ben je zeker, Rick. Een verstrooide jongen, you are indeed. Oké, toch wel deze room. Ik snap het allemaal niet meer. Ik kan toch zweren dat ik hier net inderdaad zo'n pijpje heb gehaald. Nou, dan lag in die ene room waarschijnlijk geen. Nou, fantastisch. Ik ga weer terug dan, in dat geval. In that case. Even terug, goeiedag. Hallo. Hoe gaat ie hier? Alles goed? Ja, mooi. Nou, echt nog een mooi onderwerpding. Voorwerpding, onderwerp. Ik gooi hem denk ik even onder de deur door. Dan draai ik hem open en dan flik ik gauw die dingen doorheen. Oh, dat kan nog zelfs. Bam! Haha. Jammer voor jou, sukkel. Zie je voor leuks. Ah, nog eentje. Misschien is 3 wel genoeg hoor. Weet je, ja, veel mensen. Misschien ligt hier in deze main room nog eentje. Of in het begin. Heb ik in het begin eentje gevonden? Ik kan me niet herinneren dat ik in het begin eentje gevonden heb in de room nog hiervoor. Het zou wel lekker amnesia zijn. Zo van, oh Rick, fuck je, denk dat je het nog niet... Oh nee, weer de laatste pijponderdeel. Nou, je zal het nooit vinden. Zo gaat het dan ongeveer. Wee, yeah. Wee, yeah. Nou, je zou zeggen, je moet ieder onderdeel verbinden. Kijk, dat is een mooie verbinding. En dan doe je één zo'n ding hier. En dan moet je nog... Oh, was dat hem al? Huh? Maar er zitten hier nog twee gaten. Nou, als jij zegt dat het goed is, ik ga niet ruzie met je maken, spel. Ik doe heel vaak dit gebaar trouwens, in amnesia. Dat is gewoon mijn amnesia gebaar. Oeh, amnesia. Oeh, zo leuk. Ik vermaak me zo goed. Ik vermaak me best wel goed, daar niet van. Daar niet van, jawoel, jawoel, jawoel. Dat was hem denk ik. Ik hoop... Ik schrok daar serieus van. Ik weet niet of je dat terug kan zien in de video, maar... Ik heb hier een handrail. Ik heb hier een crank for machine. Wat moet ik hier nou mee? Serieus, wat moet ik hiermee? Wat wil je dat ik hiermee doe? Dat was een onverwachte wending, kan ik je vertellen. Moet ik naar terug dan? Moet ik hier door een gat in de muur ofzo, of wat? Ik ben het kwijt, ik ben het helemaal kwijt. Maak me gek. Dat was even Gerard Joling. Weet je, als ik het even helemaal kwijt ben, dan moet ik even Gerard Joling zingen en dan ben ik weer helemaal terug in mijn flow. Mijn Gerard Joling flow, zoals dat heet. La 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 la. Die, dat is mijn Gerard Joling flow. Ja, hoe kun je nou terug, Erik? Dat is een goede vraag. Je zou zeggen, kan ik hem gewoon weer opzetten ofzo? Waar is dat wiel afgebroken? Ah, hier zo. Misschien kan ik niet gewoon weer op hoor. Is broken beyond repair. Wat moet ik dan doen? Wat wil je dan dat ik doe? Ik kan die deur moeilijk optillen. Dat kan ik niet, dan ben ik niet sterk genoeg. Wat is dit? Huh? Ik ben het kwijt. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Misschien is iets hiermee. Heb ik iets op die tafel laten liggen? Iets belangrijks. Ah, een hamer. Moet ik die meenemen? Nee toch? Nee. It's impossible. Ik neem dus een hamer mee. Oh, misschien kan ik die erin steken en dan draaien ofzo? Ja, hij zit. Dan gaat hij erg zat stuk. Misschien die drillpart. Ik kan er wel mee draaien, dus dat is wel goed. Nee. 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 Oh! Nee, ja, toch wel. En we draaien mooi. Hallo daar, deur. Ik heb je gehaald. Woehoe. We hebben hem. Tata. Goedendag, deuren waar ik niet mee in wil. Later, sukkels. Ik heb je puzzel gehaald, spel. Fuck jou. Hahaha. En we gaan naar de cistern. Ik weet niet eens wat de cistern is, maar we zijn er weer. We zijn er weer. Woehoe. Boop die doop die doo 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 cistern. Ah, die trap was daar al. Ik dacht hebben dat die trap was er niet, maar eigenlijk was hij er wel. Lol. Ja, wat nu eigenlijk? Ik heb iets gerepaard, dat gaat goed. Wat nu? Oh nee, ja, wat nu? Wat nu? Ik denk dat deze brug moet draaien, maar hoe? Misschien niet beneden. Misschien is het water weg nu. Ik denk dat het water weg is. Dat is de meest logische optie, want dan kunnen we verder in het spel. Anders zou er nu geen water zijn waar je niet doorheen komt. Dus wees weg, vies vuil watertje. En het water is er nog. Het zit ook nooit mee bij mij. Het zit nooit mee. Jammer genoeg zit het nooit mee. Eens even kijken. Wat hebben we nog meer voor leuks? We hebben hier pijpen. En we hebben nog een hendel die ik over kan halen om de ladder op en neer te halen. Daar kan je ook niet echt veel mee, hè? Het werkt wel nog steeds. Dat vind ik wel fijn. Ah. Misschien kan ik die doorzet. Alleen de vraag is dan hoe kom ik omhoog? Doet hij het nog? Nee, dat ziet er niet echt uit alsof ik nog naar boven kan komen hiermee. Ik kan natuurlijk de deur hieronder proberen, die ik nooit, waar ik nooit ingekomen ben. Hier zo. Die eens even proberen dan. Nope, nog steeds niet. Ja, dan houdt mijn inspiratie ook wel weer een beetje op hoor jongens. Daar is het water, die andere kant kun je niet heen. Dan denk ik toch al gauw, what the fuck? Wil je nou van me? Vind ik al, soms is dat spel zo onduidelijk in amnesia. Wat ze nou precies van je willen. Heb ik iets een moment al staan misschien? It must first be drained. Ja, daar kan er wat door. Ik denk dat ik toch echt iets bij die machinekamer weer iets moet doen. Ik denk dat ik weer omhoog moet. En nog even aan een master lever moet trekken ofzo in die grote kamer. Dat alles gaat werken, want dit lijkt natuurlijk nergens op, jongens. Dit lijkt helemaal nergens op. Nou, dan gaan we weer terug. Gods idee. Controlekamer. Alsof het niks is. Alsof het niks is, duiken wij terug de controlekamer in. Alsof het niks is. Niks. Helemaal niks. Wauw. Wat een theatervoorstelling van Rick zojuist. Ik zie dat ik best wel... Kom gaan liggen zitten ben. Ik zit een beetje zo van. Bleh. Maar dat is niet de bedoeling. Maar dit is amnesia. Ik moet er passief en actief bij zitten tegelijkertijd. Ja. Wat nu hè? Er moet iets aan denk ik. Misschien hier is nog wel een grote lever of zo waar ik aan kan trekken. Die briefjes die kan ik nog steeds niet meenemen. Hartstikke leuk. Hier heb ik iets met gewichten gedaan. Dat was echt fantastisch. Ik wil eigenlijk wel eventjes... Ik had jeuk aan mijn neus overigens. Mag dat? Mag een man zoals ik jeuk hebben aan zijn neus? Dat is de vraag. Had een comment achter. Hadal, zoals zij is. Meisje, ben je soms niet wijs? Ik zoek de uitweg. Maar dan heb ik nog even pech. Want die is er niet. Wow. Want die is er niet. Wow, yeah. Ik zou zeggen dat in deze room nog iets moet gebeuren. Waardoor alles goed gaat komen. Tadam. Is er niet echt een meestersleutel hier of zo? Dat zou toch wel moeten, jongens. Kom op. Waar is hij nou? Misschien hier iets op mee doen? Dat rookt. Dat is niet goed. Al die andere pijpen roken ook. Maar deze zijn speciaal. Oké, toch niet. Dan gaat ook alles goed. Als het goed is, gaat het hier goed. Het spel deze op. Maar Rick, dit wil je. Ondanks dat er een pijp mist. Ik snap nog steeds niet hoe dat zit, maar... Ik zou zeggen, dat gaat allemaal splendid. Ik gebruik heel veel slechte Engelse woorden. Hé, die hamer ligt er weer. Hoe kan dat nou weer? Oeh, het spookt hier. Kan je het gewoon weer overhalen? Stopt alles dan? Nee, it's stuck in its position. Tuurlijk doe je dat, Amnesia. Tuurlijk ben je weer zo bitchy tegen mij. Oh ja, ik dacht even dat ik de oplossing had gevonden aan... Oh, dat was ik zelf. Ik schrok even van mezelf. Ik dacht even dat ik de oplossing had, maar nee, dat was het niet. Lol joke. Er moet toch iets zijn waardoor alles in werking gaat. Die grote machine. Waar gaat die pijp sowieso eigenlijk heen? Misschien moet ik dat eens gewoon volgen. Maar deze kant op namelijk. Entrance to cistern. Ja, oké dan. We zijn benieuwd. We zijn benieuwd. Oh, wat zijn we toch benieuwd. La 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 la. We zijn benieuwd. Oké dan. Er moet... Wauw. Dat is deze gewoon. Tatam. Oh, goeiedag. En dan die ander. Goedemiddag. Snap je? Ik zei tegen die ene goeiedag. Maar die andere goedemiddag. Oh, dan kan meteen twee kanten op. Dat... Oh, toch niet. Een grappie. Lololol. Oké, nou, als er nou twee player was, dan stond ik op deze en haalde ik die weer over. En dan, ja, dan was alles fantastisch. Maar zo werkt het niet. Dit spel is maar één player. We gaan naar de cistern. We gaan kijken voor deze aflevering. Vergeet niet vandaag met wel aflevering van Amnesia The Dark Descent. Waarin wij naar de cistern gaan. Ik weet niet eens wat de cistern is. Maar het heeft te maken met de boze vis, denk ik. Toch? Toch, boze vis? Bistuda. Waarschijnlijk wel. We gaan kijken voor deze aflevering. Doei!